It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal in Chesto. Vandaag spelen we Call of Duty Advanced Warfare. Maar we zijn in een playing game gekomen op de map Defender. Die al 30 kills bezig is, dus is niet heel veel. Dus we gaan nog even kijken wat we kunnen gaan doen. En ik ga alweer dood omdat hij daar zit te campen. Omdat mijn teammate een paladin heeft. Maar, als je het video natuurlijk leuk vindt, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt me natuurlijk enorm. Daar rijdt een enemy. Huppakee jongen, zo doen we dat. Daar liep een enemy, dat moest ik zeggen. Wow, ik dacht echt serieus dat mijn teammate hem al had met die paladin. Dat hij dus niet. Ik dacht dat ik er daarin zou, maar dat was dus mijn teammate. Oh shit. Geen idee waar de enemy zit. Wow, jij bent even geturnd of wat het ook was. Holy damn. Ik zit me even te concentreren, want kijk hoe ze zitten te campen, jongens. Deze speelstijl van de enemies is niet echt leuk. Kan ik je wel vertellen. Maat, alsjeblieft. Oh, ik heb net mijn UV, gelukkig. Echt, ga rennen gewoon. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... Ze hebben allemaal low profile aanstaan natuurlijk, omdat campers zijn. Kijk. Wauw. Waar zit jij? Ah, jij rent tenminste rond. Jij, kijk, dat is gewoon een normale dead. Maar die dead zie ik net al maakte van die gozer die daar zat campen. Ja, dan is het voor mij alweer klaar. En deze komt ook opeens uit het niets. Achter een ton vandaan. En ik word Teammate, wat doe je? Oh my god, spoel het video terug. Spoel de video terug. Er zit een teammate naast hem. Nee. Oh, ik kan hier, daar kan ik dan echt niet tegen. Als mijn teammates zo motherfucking scheef zijn. Ik zeg niet dat ik altijd recht ben, maar dit slaat nergens op. Dan ben je gewoon echt uber scheef. En ik reload mijn wapen niet. Oh my god. Echt, Advanced Warfare gaat de laatste tijd zo slecht. Het zijn gewoon de mensen die het spelen. Dat gaat gewoon niet normaal goed meer. Dat kan gewoon niet meer. Ja, ik kan ook niet campen, weet je. Slaat nergens op. Waarom lukt het gewoon niet om ooit eens een keer gewoon op Advanced Warfare een chill potje te krijgen? Ik heb fucking een 2KD, waardoor ik bij alleen maar campers kom. Dat is echt niet leuk, hoor. En dan kan ik wel gaan reverse boosten, maar dat vind ik ook triest. Dat vind ik ook niks aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, deze mensen zitten, jongens, alsjeblieft. Doe even wat normaal, jongen. Echt, het slaat nergens op. Ja hoor, alsjeblieft. Jongens, echt waar, het is echt niet te geloven dit. Ik weet niet hoe het bij jullie is als jullie Advanced Warfare spelen. Misschien dat het altijd zo is. Dat is misschien het niveau van de spelers die op dit moment dit spel gewoon spelen, maar... Ik heb er zo echt geen zin meer, kan ik je vertellen. Dus ik denk dat deze week echt gewoon bijna geen Advanced Warfare gaat komen. Ik geloof dat jullie dat ook niet heel erg vinden. De meeste mensen vinden Advanced Warfare ook niet eens leuk om te kijken. Althans, de likes gaan wel gewoon goed hoor, zo niet, maar... Ze rennen gewoon niet rond. En dan zat hij weer. Och. Jongens, toch?
Wat is mijn score? Ah, ik sta wel gewoon fucking positief. 14-9 dus. Daar ligt het niet aan. Nog een UAV'tje, lekker. Sorry man, ik spantrappen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Je teammates rennen niet rond. Dus jij bent de enige die rondrent. Ja, volgende keer beter. Weet je dat hij daar... Ja, hij zit er alweer. Let maar op. Wat een wonder. Hij is ergens anders gaan zitten. Kijk dan. Deze mensen is echt... Ik zeg niks meer, jongens. Ik hou mijn mond. Ik maak dit potje af. Het is klaar. Het is klaar. Kijk, hij zit daar weer. Let op zijn teammate. Kijk. Ik zit in een hoekie. Wachten tot ik dood ga, zodat mijn teammate in kan springen. Teammate, je knijft me. What the fuck doe je? Ik denk dat ik een strategie snap. Denk ik, hè. Ik zeg niet dat ik het weet, maar het potje is bijna afgelopen. We hebben dit al gewonnen. Maar jongens. Ik heb echt gewoon niks meer te zeggen. Ik word nog hitmaakt ook. Ik vind het goed. Ik ga hier in het hoekje zitten, zo. Eindscore 20 om 11. Wel gewoon een normale score tegen campers, maar... Ik vind dit gewoon niet normaal, want als je deze mensen ziet campen en ze campen, dan kijk hun scoren. Ze staan niet eens positief, behalve die kill Illuminati. Maar die gozer die zit alleen maar te campen en de rest. Als je campt, gaat het negatief. Probeer positief te gaan, maar dat kunnen ze niet. Maar wat hun strategie was, ga ik even uitleggen, want ik snap het denk ik wel. Ze zitten denk ik in een party. Sowieso. Ik ga hier uit dit potje ook, want ik vind het helemaal niet leuk. Kom op, lief. Kom op, ga eruit. Hun strategie is... Hun zit in het ene hoekje. Zodra die ene teammate dood is, komt zijn andere teammate, knalt ons af. Op zeker dat hun strategie was, ze zaten allemaal bij elkaar. Maar, mocht jullie natuurlijk wel genoten hebben van deze video, laat maar een blauw duimpje omhoog achter en helpt me natuurlijk enorm. 40 likes natuurlijk. Helemaal awesome, ik had de hik, sorry. Ik heb de hik als je nou mijn video afsluit. Dus... Bedankt voor het kijken naar deze video, jongens. Ik zie jullie bij de video van morgen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.